In het Surinaamse zeegebied, de offshore, zijn er veel activiteiten om de enorme olie- en gaspotentie tot ontwikkeling te brengen. Dit gebeurt op basis van productiedelingscontracten, die zijn gesloten tussen staatsolie- en internationale oliebedrijven. In september 2023 heeft Total Energies, het internationaal oliebedrijf dat samen met partner APA Corporation opereert in blok 58, bevestigd dat er ongeveer 700 miljoen vaten olie commercieel geproduceerd kunnen worden uit de eerste ontwikkeling in dat blok. Gedurende de eerste jaren zullen ongeveer 200.000 vaten olie per dag geproduceerd worden. Een vat is gelijk aan 159 liter. Een enorme hoeveelheid dus. Om de olie in productie te brengen moet er nog veel gedaan worden. De eerste olie wordt verwacht in 2028. Wat moet er allemaal gedaan worden? De eerste stap in de voorbereiding is het maken van een voorlopig voorontwerp, oftewel de pre-front-end engineering and design. Hier wordt in grote lijnen nagegaan wat er allemaal nodig is voor de productie. Denk bijvoorbeeld aan het drijvend productie- en opslagplatform dat in staat moet zijn 200.000 vaten olie te kunnen produceren. Dit bepaalt de grootte van het schip en daarmee een groot deel van de kosten. Het voorontwerp is ook een inschatting van de totale kosten voor het project. Dit is belangrijk om vast te stellen hoe commercieel aantrekkelijk het project is. Vervolgens verklaart het internationaal oliebedrijf, dat in het blok opereert, officieel aan Staatsolie dat het om een commercieel olieveld gaat, de zogenoemde Declaration of Commerciality. Hierbij worden afspraken gemaakt over de precieze gebieden op zee die ontwikkeld worden. Na akkoord van Staatsolie start de feed: de front-end engineering en design. Er worden voorbereidingen getroffen voor het kopen van benodigde equipment, zoals de onderzeese installaties en het drijvend productie- en opslagplatform. Hierdoor wordt de inschatting van de uiteindelijke kosten nauwkeuriger. Alle werk, studies en kostenramingen van het project worden vastgelegd in een ontwikkelingsplan voor het veld, het Field Development Plan. Wanneer dit plan wordt goedgekeurd door de respectieve oliebedrijven en staatsolie, spreken we over een Final Investment Decision. Oftewel FID. Na het FID zullen de onderzeese installaties verder worden ontworpen en aangelegd, de drijvende productiefaciliteiten worden gebouwd en productieputten worden geboord. Aan het eind van de constructiefase vindt de commissioning plaats. Hier worden alle onderdelen en systemen op elkaar aangesloten en getest, zodat het een goed werkend geheel vormt. Het bouwen en het testen van het productieplatform vergt veel tijd en daarom zal het ongeveer vier jaren duren voor de eerste olie wordt geproduceerd. In 2028 stromen dan de eerste oliedruppels in het productieplatform. In blok 58 zitten ook behoorlijke hoeveelheden gas. Dit gas wordt geherinjecteerd om zo de winning van de olie te maximaliseren. Olie heeft namelijk veel meer waarde dan gas, zowel in geld als in energieinhoud. Daarnaast zijn andere installaties nodig om gas te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een pijpleiding naar de kus of een productieinstallatie op zee om het gas vloeibaar te maken voor afvoer. Beide opties zijn zeer kostbaar. Het gas uit deze eerste ontwikkeling zal niet voor 2030 geëxploiteerd kunnen worden. Wanneer de offshore olieproductie eenmaal is gestart, zullen er geldstromen op gang komen. Van elk vat olie komt de eerste 6,25% de staat Suriname ten goede als royalty. Hierna worden de desbetreffende oliebedrijven vergoed voor de gemaakte kosten. Dit heet kostenolie. Wat erna overblijft is winsolie. Deze wordt verdeeld tussen de staat en het desbetreffend internationaal oliebedrijf of de bedrijven. In het geval dat Staatsolie zelf deelneemt, ontvangt Staatsolie ook kostenolie en winstolie, net zoals de overige bedrijven. Daarnaast betaalt elk oliebedrijf 36% inkomstenbelasting aan de staat. De staat Suriname krijgt dus het grootste deel van de netto-inkomsten uit de offshore. Naar verwachting zal ons land, afhankelijk van de olieprijs, tussen de 16 en 26 miljard Amerikaanse dollars verdienen gedurende de levensduur van 20 jaar van het productieveld. Staatsolie kan voor maximaal 20% deelnemen aan de ontwikkeling van het olieveld in blok 58. In geval van deze deelname zal de staat Suriname meer inkomsten krijgen in de vorm van dividend van staatsolie. Het is daarom zeer belangrijk dat wij ons goed voorbereiden op deze ontwikkelingen en inkomsten. Staatsolie maakt zich sterk voor goed beheer van de toekomstige inkomsten uit de offshore. Het bedrijf zal het geld dat binnen zal komen ontvangen en afdragen aan de staat. De staat zal op haar beurt een deel van deze inkomsten investeren in sociaal-maatschappelijke projecten en een deel stoppen in het spaar- en stabilisatiefonds. De Wetssparen en Stabilisatiefonds is in werking sinds 2017 en heeft als doel om de extra inkomsten van de overheid uit de mijnbouwsector te bewaren voor de jaren waarbij er minder inkomsten zijn uit deze sector. Een ander doel van de Wetspaar en Stabilisatiefonds is om deze extra inkomsten ten goede te laten komen aan onze toekomstige generaties. Behalve de staat Suriname kunnen ook de Surinaamse ondernemers verdienen uit onze offshore olieontwikkelingen. Denk daarbij ook aan de spin-off voor onze Goreca, landbouw, visserij, veeteelt en toerisme. Meer buitenlanders en bedrijfsactiviteiten in Suriname zorgen automatisch voor een grotere vraag naar voeding, verblijf, transport en andere diensten. Hierdoor groeit de economie. Bij het boren van de laatste vijf putten in blok 58 hebben alle operationele activiteiten vanuit Suriname plaatsgevonden. Hierbij is ongeveer 90 miljoen Amerikaanse dollars in de Surinaamse economie gestroomd door onder andere de aankoop van lokale goederen en diensten. Voor de ontwikkeling van het veld zullen er ongeveer 30 putten geboord moeten worden. Dit zal een enorme spin-off hebben voor de Surinaamse ondernemers en economie. In het contract met het internationaal oliebedrijf zijn er ook afspraken gemaakt over hoe om te gaan met het milieu. Zo vereist het contract dat de oliebedrijven opereren op basis van internationale milieu- en veiligheidsstandaarden en dat er een verplichting is om tegen eventuele schade verzekerd te zijn. Onze nationale milieuautoriteit NMA, ook wel NIMOS, ziet toe op naleving hiervan. Onze olie zal tegen relatief lage kosten en een relatief lage CO2-uitstoot worden geproduceerd. Deze en andere onderdelen zorgen ervoor dat het project een winstgevende zal zijn. Staatsolie heeft al meer dan 40 jaar ervaring in de olie-industrie en heeft voldoende deskundigheid om de offshore-ontwikkelingen in goede banen te leiden. En wanneer het nodig is, halen wij deskundigheid binnen. Wij blijven ons inzetten voor de verdere ontwikkeling van de offshore-olie- en gasindustrie. Het bedrijf rekent daarom erop dat de toekomstige inkomsten uit de offshore goed besteed en beheerd zullen worden voor de totale Surinaamse gemeenschap. Laten wij ons allemaal inzetten voor een welvarend Suriname. Staatsolie. Vertrouwen in eigen kunnen.